Die heeft die lelijke pardijnen dan toch gestolen. Daar hadden wij het net over. Nee, de ketting is nog niet terug. En we willen pardijnen dan toch maar op laten sluiten. Ja, dat lijkt ons het beste. Maar zeg, meneer Trol, zouden wij u niet kunnen vragen om pardijn te gaan halen en naar de put van vrouw Holle te brengen? Oh, mijn stemmeester, wat een fantastisch, briljant en intelligent idee van u. Maar natuurlijk, ik ben heel sterk en heel slim en ik heb die pardijn zo te pakken. Dat doe ik met alle plezier voor u. Ja. Nou, dat moet dan maar zo raadselen. Ja, stemmeester, dat lijkt ook de beste oplossing. Want dat is de bed en dat is de bed. Ja, wat u zegt. Oh, wat een goede oplossing. Ja, dat natuurlijk sluit ik. Maar ik denk dat je heel graag voor u op stermeester, die heel binnenkort geen stermeester meer is, eens even kijken waar die pardijn uithangt. Hebben jullie pardijn soms al gezien? Nou? Nee? Nou, dan ga ik zelf wel zoeken hoor. Ik heb er zo te pakken. Ik denk dat ze hier achter zit. Zo, eens even kijken. Oh, wat moet ik nu toch doen? Iedereen denkt dat ik die ketting gestolen heb, maar... Oh, ik weet het echt niet meer. Ha, daar zit je pardijn, hè? Huh? Ja, ik ben gekomen uit naam van de stermeester om jou op te sluiten in de put van vrouw Holle. Nee, dat wil ik niet. Weglopen, hier blijven. Nee, help. Jee. Ja, hier komen. Zo, ik ben kwijt geloof ik. Waar is hij mee? Daar ook niet. Ja, hier ben ik. Zo, en nou heb ik jou. Jij gaat mee naar de put van vrouw Holle. Nee. Ja, kom maar mee, kom jij. Swoes. Zien jullie mij al? Nee. Twinkel. Swoes, daar is Partoes. Ja, daar ben ik. Nog niet zeggen dat ik er ben. Ik ga me hier verstoppen en dan kom ik op het juiste ogenblik tevoorschijn. Tot zo. Denk hier. Zo. Oh ja, het is bijna tijd. Nog even en de dag is voorbij. Meneer de draak, kom eens gauw met die ketting. Meneer de draak. Ja, meneer de draak, ga maar gauw die ketting halen, want de dag is bijna voorbij. Nee, eerst nog een keer beloven dat jij mij elke dag wat viesrecht te eten geeft. Anders eet ik jou op met bretels en al. Zie ik er soms uit als iemand die de boel belazert? Nee, dus geef op die ketting. Nou, goed dan. Wat een domme draak. Hier is de ketting. Ja, kom, geef gauw hier. Ja, mooi zo. Zeg, meneer draak, ga maar gauw terug naar je grot. Dan kom ik je zo een viezerig hapje brengen. Viezerige hapjes, ja. Een viezerig hapje brengen. Ja, de kleermaker stuur ik op hem af. Dat zal hem hier. Sterrenmeester, raad hier, kom eens kijken wat ik hier heb gevonden. Hallo. Oh, ja, wat is er? Wanneer? Oh nee, dit is verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk. Raadsheer, kom onmiddellijk. Sterrenmeester, wat is er aan de hand? Meneer, dit is afreus. Dit is afreus. Wat een debakle, wat een debakle. Ja, kijk eens, jullie zien allemaal wat ik hier heb. En dit betekent dat ik de trol, de nieuwe stermeester ben. Voortaan bepaal ik wat mag en wat niet mag. Ho. Dat gaat zomaar niet. Nee, jij lelijke bedrieger. Jij hebt die ketting gestolen en verstopt en daar pardijnen op laten sluiten. Dat is helemaal niet waar. Trouwens, wie ben jij? Ik ken jou helemaal niet, jij komt niet van hier. Ik heb de ketting, dus ik bepaal wat er hier gebeurt. En als jij niet gauw ophoudt, mislukt tomaat, dan laat ik jou opsluiten. Ja, je kan niet eens bewijzen wat je zegt. Wat is de wat? En wat is de wat? Ja, maar raadsheer, als deze vreemde nu eens kan bewijzen dat het waar is wat hij zegt, wat dan? Wat zegt de wet dan? Als hij kan bewijzen dat het waar is, dat de trol gestolen heeft, dan is de trol een dief en dan heeft hij straf verdiend. Bewijzen? Wilt u het bewijzen? Nou, dan moeten we het meneer de draak maar eens gaan vragen, want die heeft alles gezien. Die heeft namelijk de ketting verstopt voor de trol, dat is toch zo? Ja, zullen wij meneer de draak eens gaan roepen? Ja. Ja, oké. Okay.
waar dat u de ketting heeft verstopt. Spreek de waarheid en niets dan de waarheid. Nee, dit is helemaal niks van waar. Ketting? Nee, ik weet niks van een ketting. Zie je wel. Nou, meneer Draak, u kunt het maar beter vertellen. Want die troll hier, die wil namelijk winterjasjes van u laten maken. Wat is dat waar? Niks van waar. Nou, goed dan. Sterrenmeester, ik heb inderdaad de ketting verstopt. En in ruil daarvoor zou ik elke dag een viezerig hapje krijgen. Ja, mijn buik heeft soms zin in viezerige hapjes. Het spijt me, sterrenmeester. Ja, nou, dit lijkt mij genoeg bewezen, sterrenmeester. Hier met die kettingtrol, die is namelijk niet van jou. Zo, ik ga gauw het partijtje bevrijden. Soes, 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 weg eens, padoes. Oh, ja, maar wat doet mij nu met deze dief? Meneer de Draak. U heeft toch wat met deze zaak te maken en ik draag u daarom op de trol mee te nemen naar uw god en te zorgen dat hij er nooit meer uitkomt. Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet met die vieze god. Ja, mooi zo. Kom maar mee met mij, lelijke bedrieger. Ik heb nog heel wat viezerige klusjes voor jou. Nee. Ja. Nee. Oh, pardoes, wat ben ik blij dat ik uit die grot ben. Oh, je bent mijn echte held, Pardoes. Mag ik jullie even onderbreken? Pardijn, we wisten het niet en we hadden geen bewijzen en zo, snap je? Ja, Pardijn, wat wil jij voor beloning? Beloning? Ik wil helemaal geen beloning. Oh, ik zou graag met Pardoes mee willen. Hé, dat is leuk. Ja, met mij mee naar de Efteling, nou, dat zou ik heel leuk vinden. Zo moet het dan maar zijn, raadsheer. Wij gaan. Goede reis, jullie twee, en kom nog eens een keer terug. Ja, sterrenmeester, dan wou ik het graag met u hebben over artikel 643. Daarin staat nog een klein kusje. Zo, nou, zo zijn wij dus hier op de Efteling gekomen. En wij beleven elke dag heel veel avonturen. Ja, ik zou wel graag weer naar buiten willen, want er valt hier zoveel te beleven op de Efteling. Zullen we dan eerst gedag zeggen tegen de kinderen? Ja, dat is een goed idee. Zeg, dag kinderen, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en misschien tot buiten of in een van jullie dromen. Ja, dag. Zo, vond je het leuk? Ja. Ja? Hartstikke fijn. Nou, veel plezier in de Efteling.